Anton Kolwark 10-4 geslaan. Dat is Dave Callahan. En Dave Victor wat net 3 loopjes aangetekend had. Nou, 45 bolbeurten dan 275. Voor die verlies van slechts 3 paankies. Hier weer, dat was amper. Ik speel bijna laat naar haar bal. Bilbert gaan ons aansluit. Nieuweland, waar die WP speelt in Transvaal. Een wedstrijd wat tekens toon dat hij heel interessant kan ontwikkel. Die einde van die 15e Bilbert. Mitch liep nog loopjes aanteken. Bridgens het 8 achter zijn naam. Pallas wat 276 nodig het voor oorwinning, 275 het die OP gekry, 69 vir 5 na 15 bolbeerte. En om te verneem hoe staan sake op Nieuweland, sluit ons aan by Trevor Kook en Jack Nell. Denk ek André, die Mowbray golfbaan, môre sonder 'n speler wat miskien aanvanklik ingeskryf het. Ja, Trevor, wat beplan jy om die naweek daar deur te bring? Maar Kookie, ik denk vrouw lief wacht bij die ijs. I don't think you're going to play Miss Golf tomorrow in Cape Town. Ja, is maar bij je vroeg morgenochtend de vlucht terug. Johannesburg toe. En hier zo gaat het bij je goed bij die oopje. Hulle het natuurlijk die eerste wedstrijd gewen. Tegen Impalas. En Impalas eindelijk een onbegonnen taak. Om 276 aan te teken. En dus amper onmoeilijk. Die oomlik kolf die Impalas teen so 4,5 lopies per bilbeurt. Maar dan moet in acht geneem word dat het 5 paankies verloor. Dit is de top kolvers. En hulle het op die oomlik 7,4 lopies nodig in 24 bilbeurte om hierdie wedstrijd te wen. Hulle gaan daarvan 4 nou kry. Van die kolf van Bridgens. Hy het 32 agter sy naam. Hy vir homself baie ruimte. Groot gaping in die wegkant. In plaas van perfect. Ja. Einde van die 21ste bolbeurt. Een loopje kort van die 100-tal. 5 paaltjes klaar. Een bal naar die Impala kaptein, Boland kaptein Kevin Bridgens. Zit telling op 38. De uitzondering van Craig Murray en Bridgens, die andere Impala kolvers, niet die massa opgekomen vanavond. Pieter de Waal, nieuwe kolver.
die nuwe kolwer, maar beslis nie die jong kolwer nie. Die oudste man deesdae in Suid-Afrikaanse cricket. Sy tweede kolfbeurt. Die seisoen op sy uitrusting staan daar De Waal. Dis verkeerd. Hy is baie beslis De Waal. Hy is 'n man wat natuurlik gekies was vir die Springbokspan wat in Australië sou getoer het in 1971. Die span het natuurlijk toe nooit vertrek nie. Aan die manne wat toegekies was, wat nooit gespeel het nie, Arthur Short, as ook Dassie Biggs, Hilton Ackerman, Gary Watson. Schultz, baie vinnig gebul vannacht, maar hy is gestraf gewees in die begin. Van nog een Paul Raymond Bulbeurt. Soos die man wat nog gestraf is, soos André gesê het, 23 loopies afgestaan en slechts 3 Bulbeurt. Kom is bietjie van koers afgewaai. Cricket bly daarom maar 'n interessante spel, André. Wie sou dit nou ooit kon dink? Maar hy gaan beslis in die koerante wees. Die kolwer is wat nou in die lug gaan opkyk om te sien of waar nog een kom. En daar is inderdaad nog een, hè. Die wind is redelijk sterk, dit moet mens daaraan by sê. Hy is skenbaar as ek naar die toeskouwers reaksie kyk, 'n hele paar nog van die lug. Ja, hy land hier achter. Hy is voor een stel om in die swembad te land. Gelukkige daar, die valskermspringer nie kom land terwyl hy oopje gekolf het nie. Ja. Dit was 4 en 6, soos jy lanklaas gesien het. En hy kon daar net lelik seer gekry het. Wel, maar skielik is die toeskouwers weer vol lewe en belangstellend.